jou aan? Wat gebeurde er vandaag? Nou, we hebben lekker gevaren. Het was een mooi windje. En we zijn bij de bovenboei, zeg maar. Nou, daar hebben we rietsrak. En daar raakten we bijna de boei, zeg maar. Nou, dan hebben we de spullen erop gezet. En dan is de masttrekker is eigenlijk losgekomen, zeg maar. Ja, en dan trekt de boom van de spinhaken, die trekt gewoon de mast in tweeën. Ja, en dan is het einde verhaal, zeg maar. Je mast gaat de tweeën, wat zeg je dan tegen elkaar? Nou, we kijken elkaar aan en dan zijn we blij dat we zelf niks hebben. We hebben goed gevaren, we konden het goed bijhouden en nou, eigenlijk ons plekje gehouden. Iedere keer tussen de goede jongens in. Nou, dat is leuk. Wat trekt jou naar de Noordzeeregatten toe met een FD? Nou, ik vind hier wel heel moeilijk varen. Eigenlijk is het voor ons niet zo heel leuk varen, want er staat zoveel stroming. Dat is best lastig. Vandaag stond er echt heel veel stroming. Maar het is een leuk evenement. Mensen doen allemaal de best om het ons toch een beetje naar ons zin te maken. We proberen met een aantal mensen in Nederland dat FD-zeil een beetje op de rit te houden, zeg maar. En dat lukt, hè. Er komen er steeds meer bij. En de bedoeling is eigenlijk dat er steeds meer boten komen. Nou, dan moet eigenlijk iedereen gewoon komen iedere keer. Vandaag is er weer even eentje minder. Ja, dat ben ik. Dat is wel jammer.